Het is vrijdagavond. Tijd om te gaan stappen. Twee zusjes gaan samen met een groep vrienden naar de disco in Eindhoven. Even geen studie, geen verplichtingen, geen school. Diezelfde dag nog, maar dan wel vroeg in de ochtend, zit Lotte Ulderink, een van de twee zusjes, met haar klasgenoten wel op school. Lotte is 17 en heeft het syndroom van Down. Ze zit op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Kippenvel. 11:01. Goedemorgen, dit is het SchoolTV Weekjournaal. Lotte is een meisje dat stilletjes geniet van de dingen om haar heen. Ze wil later zangeres worden en meedoen aan een musical. Dat vindt ze ook leuk. Ze houdt van zwemmen, hockeyen en dansen. En ze werkt in een tapasrestaurant. Ze weet zeker dat ze later op kamers wil gaan wonen. En ze wil ook graag trouwen, maar dan wel in een galajurk. Met muziekinstrumenten? Of deze keer? Lotte woont thuis, bij haar ouders. Na school wacht haar moeder haar op met een kopje thee. En samen genieten ze nog na van de wintersportvakantie, waar ze net terug van zijn. Lotte is dol op haar twee zussen, maar ze heeft een speciale band met haar oudste zus, Evelien. Lotte heeft mijn leven wel heel erg veranderd. En mijzelf eigenlijk ook. Ik ben heel zorgzaam geworden. En dat heeft zij mij geleerd eigenlijk. Het is geen normaal kind. En dat zal ze ook nooit worden. Ze is en heel speciaal en toch ook wel eigenlijk heel normaal. En dat is soms een beetje een gekke combinatie. De groene of de zwarte? Oh, ik heb hem. Deze? Ja. Ja? Vind ik echt een heel goed plan. Dit wordt hem? Ja. Ja, gaan we hierin stappen? Oké. Okay. We hebben nu ook zoiets, als ze anders was geweest, dan hadden we het niet eens leuk gevonden. Het is juist zo hoort zij te zijn en zo is het zoals ze is. En daar zijn we heel blij mee. Oh, dat wordt mooi, Lot. Ik zie het al. Ja? Ja. Ik ben een klein beetje bij, want ik heb een beetje geknoeid. Oh. Ik moet ook nog leren, zie je dat? Oh, vind ik zo mooi. Vind je het mooi? Oh, Lot is echt een cadeau. En echt een geschenk. En ze moet niet anders zijn. Het is juist goed zo. Wat vind je mooier? Die of die? Die. Oké, dan doe ik bij die andere een beetje meer. Oké. Ik had een lievelingsknuffel en die ging overal mee naartoe. Maar dat is een foto van mij die knuffel in haar bedje legt. En ja, dat was eigenlijk heel bijzonder, want die knuffel die stond ik nooit af. En die ging echt letterlijk overal mee naartoe. Maar zij mocht hem hebben. Dus kennelijk heb ik op jonge leeftijd toch wel doorgehad van zij heeft iets extra's nodig af en toe. Oh, netjes, Lot. Heel goed. Vrijdagavond, partytime. Lotte is bijna zover. En stop. En zo gaan twee zusjes op vrijdagavond samen naar de disco.